Ik ben op zoek naar de mooiste vis van Nederland. Ja, jongens. Ik heb duidelijk beet. Hoppatee. Prachtige vis. Holy shit, hé. Hiervoor doe ik het allemaal. Een kromme grafkarper, dat ga je niet nemen. Holy shit. Jongens, dit is de parel. Dit is de parel waar we naar zoeken. Zo, welkom bij de derde sessie waar ik op jacht ben naar een Nederlandse parel. En die jacht die verloopt nog niet zo soepel, want kort gezegd, de afgelopen twee sessies waren gewoon echt ruk. Nu moet het echt gaan gebeuren, de excuses zijn op en ik heb weer twee nachten de tijd om er het beste van te maken. Perfecte omstandigheden, de paai is al lang uit het zicht, dus die vissen die zijn gewoon hongerig. En ik ga nu echt de trucendoos open doen om een vis te vangen en hopelijk meerdere vissen, want ik moet en ik zal die parel gaan vangen. Dus daar ga ik alles aan doen komende sessie. Nou, ik ga snel naar de plek toe, de kar opbouwen, een verschrikkelijk blaf eind lopen met de kar. Maar dan ben ik op een prachtig stekje en dan gaan we er het beste van maken. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier en hopelijk gaan we wat moois op de kant toveren in de komende twee nachten. Nou, ik ben aangekomen op de stek. Ik heb gekozen om te gaan vissen op de stek waar ik vorige sessie ben geëindigd. Niet omdat ik toen hier zo'n vreselijk lelijke graskarper ving, maar vooral omdat hier de wind op gaat blazen de komende dagen. En op dit soort water is die wind vaak gewoon alles bepalend. Twee hoofdredenen wat mij betreft is vooral de zuurstof in het water, maar ook zeker het voedsel. En voedsel in die bovenste waterkolom wordt door die wind vaak gewoon in zo'n hoek gedreven en die vissen die volgen dat. En zuurstof, daar gaan ze natuurlijk altijd erg goed op. Dus de hoek waar nu ook de wind op staat, daar ga ik ook een hengel heel ondiep vissen. Ik denk op 1,5 meter, ondanks dat het een plas is van meer dan 20 meter diep. En de andere hengels die vis ik wat verspreiden. Ik heb niet alleen deze stek gekozen door de wind, maar ook vooral omdat het een tactische plek is waar ik met de voerboot gewoon heel verspreid kan vissen. En ik wilde dus zeker 2 van de 3 in de wind leggen, want dat moet gewoon werken. Ik heb deze sessie ook een dagje voorgevoerd, puur voor het vertrouwen. Dus ik ben gisteren hier even geweest. En toen heb ik ook de GPS-punten vast opgeslagen. Ik ga de andere twee hengels wat dieper vissen, dus niet op 1,5 meter, maar ik denk op 1 meter of 4 tot 6. Ook niet heel veel dieper dan dat, want je ziet hier een hele duidelijke spronglaag. En natuurlijk kan je vissen vangen onder die spronglaag. Maar mijn ervaring is toch dat je het gros van de vissen boven die spronglaag vangt. Nou, ik heb gevoerd met boilies, tijgenoten en een aasje wat in mijn ogen heel erg wordt onderschat. En dat zijn pinda's. Ja, die pinda's is natuurlijk super belangrijk om die heel goed klaar te maken. Minimaal 24, liever nog 48 uur lang weken. En dan minimaal 1/2 uur koken. En nadat ze klaar zijn, regelmatig het water verversen. Echt niet onderschatten, want er kan blauwzuur in komen en dat kan giftig zijn voor de vis. Maar goed, het is wel een heel goed aasje als je ze goed klaarmaakt. Die vissen vinden het hartstikke lekker. En het is ook nog eens erg voedzaam. En zeker zo'n periode na de paai, ja, kan dat gewoon heel goed werken. Het is voor mij echt een aasje voor uitsluitend in de zomer. Ja, en nu is het hartje zomer, die watertemperatuur is rond de 20 graden. En dan durf ik dit heel graag te gebruiken. Zeker op dit soort wateren waar toch wat steviger wordt gevist, is dit toch een aasje waarmee je vaak nog wel een onderscheid kan maken. Ik ga alle drie de hengels ook vissen met een stukje visueel. Boven het haakhaas, gewoon puur om hopelijk overdag wat sneller beet te krijgen. Dat kan zijn een klein stukje pop-up of een fake plastic roze dumbbeltje of zo. Allemaal dingen waar ik heel veel vertrouwen in heb. En zeker boven zo'n tijgenoot of een klein snowmannetje, dat werkt gewoon heel erg goed. Mocht ik veel beet krijgen en merken dat die vis echt gaat eten, dan ga ik waarschijnlijk in de nachten vissen met alleen bodemaas zonder iets visueels. Dus puur het aas wat uit de zak komt, dus 2 tijgenoten of gewoon een enkele boilie. Maar goed, genoeg gepraat. Ik ga snel die hengels erin leggen. Het windje die begint steeds meer aan te wakkeren. En dat geeft mij ongelooflijk veel vertrouwen. Dus laten we de hengels er snel in gaan leggen. Nou, deze verre hengel die gaat denk ik wel aflopen. Ik zag net op de scan heel veel vis. Hier zie je overal vis. Die doken echt gewoon, hier zie je het voer vallen. Die vis ligt gewoon echt op de plek.
Hopelijk is dat door het voorvoer. Ik neem aan van wel, want kijk, er lag erg veel vis daar en dat is gewoon allemaal karpen. Dus dat ziet er goed uit. Ik ben benieuwd of deze gaat aflopen. Jongens, we hebben beet. We hebben gewoon beet. Lekker zeg. Dat is heel snel. De verre hengel. Ja, er lag al heel veel vis op de dieptemeter, dus niet zo gek dat die afloopt. Maar dit is super, jongens. Wauw. We staan gewoon binnen een uur te drillen. Zou dit de parel zijn, jongens? Dat zou toch fantastisch zijn? Voor de mensen die zich afvragen, Jomer, waarom loopt hij in godsnaam op slippers te drillen? Ik heb mijn teen gebroken in Litouwen afgelopen week. Tijdens het vissen, jawel. Vol tegen een distance stick aangelopen. Maar ja, dan weten jullie in ieder geval waarom ik er zo bij loop vandaag. Nou, de vis komt voor de kant. Ik ben reuze benieuwd, jongens. Echt. Oh, wat vecht die hard, jongens. Duikt helemaal de hoek in. En ik ben mijn voorslag alweer kwijt. Of het zou gewoon een mega gaskarper moeten zijn. Maar toch zegt mijn gevoel nog steeds dat het een normale karper is. En een goede ook. Prachtige vis. Holy shit, hé. Dat is een mooie schub. Wauw, en een dikke. Daar komt hij aan. In de pocket. Yes. Yes, yes, yes. Wauw, hé. En het is echt een beauty van een vis, jongens. Dat is een dikke. Ja, sowieso de grootste vis die ik hier ooit heb gevangen. Perfect in de onderlip. Shot van de hoek erop. Alright, de vis ligt voor me. Prachtige schub, jongens. Hij is echt puntje gaaf. Hij is 14 kilo. Ik heb hem even gewogen. Wat een vis, hij is super. Ja, hiervoor doe ik het allemaal. Blij dat het plannetje is gelukt. Hij scheidt ook volle bak pinda's en tijgenoten uit en wat boiliekruim. Zoals jullie weten heb ik daar gisteren ook wat van gevoerd. En ja, dat voer is natuurlijk gewoon weg. Dus hopelijk kunnen we nog wat meer vissen vangen vandaag. Ik weet bijna wel zeker. Perfecte omstandigheden, dalende luchtdruk. Wat wind wat opkomt en flink wat bewolking. Ik ga hem snel zijn vrijheid teruggeven en hengel terug en op naar de volgende. Nou, het bootje komt weer naar de hengel. Ik heb hier één extra steuntje bijgezet. Hengel daar bij de tent weggehaald. Want ik ga er toch twee op verre afstand vissen. Gewoon puur omdat ik die vis hier had. Ik heb ook weer vissen gezien op de dieptemeter. Ik zal eens kijken of ik die terug kan halen. Dat kan zeker. Dus ja, dan moet ik gewoon een hengel vissen. Ik heb daar een GPS-puntje ook even opgeslagen. Kijk, hier lagen al een paar vissen. En hier ook. Dus daar moet de hengel naartoe. De boot is zo terug. Dan voel ik een klein beetje bij, één zo'n schepje. En dan vis ik er een dubbele tijgenoot op. Nou, helemaal super. Die hengel gaat er ook even heen. En dan gaan we maar eens avond eten. Toppie! Ja jongens, ik heb duidelijk beet. Hoppatee. De verre hengel loopt af. Prachtige aanbeet. Super dit. Oh, ik had hem net opnieuw uitgevaren en ik zag zoveel vis op de dieptemeter liggen. En het gebeurt gewoon. Ah, dit gaat mooi, hè. Ongeveer zeker een kilo bijgevoerd. Deze komt niet op de snowman, maar op de dubbele tijgenoot. Ik voel hem heel fanatiek kopschudden, dus denk ik toch niet de allergrootste vis. En misschien toch wel een grasser. Maar ik durf het ook niet te zeggen, dus hij komt in de buurt. Nee, het is geen grasser. Holy shit. Jongens, dit is de parel. Dit is de parel waar we naar zoeken. Wat? Dit is niet normaal. Dit is me de vis. Jongens. Dit weet je niet. Yes! Yes! Dit is gewoon de parel. Holy shit. Oh. Ik kan het niet geloven. Dit is een van de mooiste vissen van de plas. Dat kan bijna niet anders. Dit is absurd, hé. Wat een vis.